als kinderen gezonder gaan leven, ja, ik krijg daar gewoon een kippenvelmoment van. Ik vind het heel erg fijn en heel erg prettig, want dan heb ik een doel behaald. Wat ze nu aan het doen zijn, het is een stukje onderwijs. Ze krijgen vandaag een gymles. En ze zijn lekker aan het bewegen. En straks gaan we naar het strand. En daar hebben we een verrassing voor de kinderen. Ze gaan surfen. En dat zijn dingen die ze niet normaal gesproken doen. De kinderen hier uit de wijk, die kennen het niet. En we brengen ze uit hun comfortzone in een andere wijk met een andere activiteit. Het is heel erg belangrijk voor deze kinderen, omdat vanuit de cultuur er gewoon veel wordt gegeten. Hè? Best wel vettig ook, heel veel koolhydraten. En wij willen juist dat kinderen de mindset veranderen. We willen juist dat kinderen gezonder gaan eten in plaats van een broodje dunner, een banaan of een appel. Wat wij voornamelijk doen is dingen proberen te voorkomen. 4 maanden geleden heb ik een hartinfarct opgelopen. Nou, ik ben in principe jong, gezond, corona die kwam. En door de corona kon ik niet meer sporten en het eten dat ging door. En dat bouwde allemaal op en uiteindelijk ja, kreeg ik een hartinfarct. En vanaf dat moment dacht ik van, wacht even, alles weer achteruit. Je bent uiteindelijk hè, wat je eet. En ja, nu kijk ik heel kritisch naar wat ik eet en ik probeer gewoon gezond te leven. Ik pak mijn eigen casus en dat leg ik dan ook uit aan de kinderen van, kijk, stel dat je ongezond leeft, je kan het niet aan de buitenkant zien, want dat zie je niet aan mij. Je ziet niet dat ik een hartinfarct heb opgelopen. Maar ik heb het wel, ik loop er nu wel mee en ik moet heel veel medicijnen slikken. En dat willen jullie niet. Dus vandaar proberen wij voortijdig te informeren, dingen voor te zijn. En dat doe je dan door middel van sport en spel, maar ook echt smaaklessen geven, voedingslessen, kooklessen. Er mag heel veel aandacht gegeven worden aan kleinschalige projecten zoals deze. En daar hebben we dan zeg maar ook de gemeente voor nodig, maar ook de politieke partijen en de lokale partners. En ja, de kinderen, die, dat kan je zien, die hebben er echt wel oor naar.